En hier zit ik natuurlijk weer rommel te maken. Ik ben op het moment even bezig met een korte poppenanimatietest over een man die er zeer ziek uitziet. Eigenlijk is hij gewoon dood. Zijn handen staan nou te drogen. Je ziet wat lijntestjes, stijl en techniek, probeersels. Elke keer als ik iets knutsel, leer ik weer wat bij aan materialen en spullen. Wat nu het laatste nieuws is, als je een klein stukje watten doopt in vloeibare rubber, dan kan je er gewoon mee modelleren. En dan kan je goed vingertjes maken. Een stukje nek erbij. Zometeen nog even bijkleuren. Deze pastoor die heeft ook een nek van watten en rubber. Wat wel heel leuk gelukt is, is om in no time een zeer goed animeerbaar dingetje te maken. Gewoon van draad. En die poetie, dat is ook echt wonderlijk spul. Vijf minuten is het hard als staal.